Hey mensen van Dus David Games, leuk dat je weer kijkt naar The Walking Dead episode 5. We gaan verder met deel 3 van episode 5, vrij simpel. En we waren gebleven bij het mooie gesprek. Ik zit eventjes nog in het pauzemenu, want anders gaat het gesprek gelijk verder. Dat is niet de bedoeling. Dus, en ik ben Ricardo trouwens, maar het lijkt me dat je vanaf het begin kijkt dus. Dan weet je wel wie ik ben. Dus dan gaan we. Ja, wat denk je? Hij vroeg eens aan me of het gaat. Nou, I'm not insinuating you're a damn superhero. I mean... Do you think it worked? Did it help at all? I don't know, man. It doet pijn. Dat lijkt me. I feel like a man who got bitten. So, take that for what it's worth. I still can't believe you went and got chomped. Just fucking hell. At least he told us. Took some brass. I don't think I would. Hij had ook dood kunnen zijn. Dood kunnen bloeden. Het had kunnen gebeuren. How are you? I don't know how to answer that. I'm sorry. You've lost more than anyone. Well, as much as anyone. Komt wel weer, alright, kid. Hoop ik. Why are you acting like what's happened ain't happened? Anyway, ja, I appreciate. Je moet doorgaan, zombie apocalypse. Je kan ook wel gaan huilen over wat er net is gebeurd, maar ja, daar schieten we niet heel veel mee op. Oh jeetje. This guy tell you much about what we've been through? Bits and pieces. The aforementioned Larry fella. See, Lee and I got trapped in a fucking meat locker with him. He had a heart attack, so there's this guy who I should say was built like a brick shithouse. Yeah. We're terrified he's gonna come back and eat all of us. What did you do? We were resourceful. Larry didn't make it out. Nope. No, he did not. We did, though. Yeah. It's all water under the bridge. All we can do is move forward. Well, weer dat fijne USB-geluidje. Dankjewel. Echt fijn. Waarom ook niet? Waarom ook niet? Gewoon lekker drinken. Jij mag ook nemen. Gewoon ja. Zeg ja. Niet moeilijk doen. Lol. Gewoon het ding naar achter gooien. Hoppa. I'm through. Wat? Je bent er doorheen. Wow, dat doe je netjes. No walkers. Things are looking up. Dankjewel. Hou zo met je stomme USB-geluidjes. Everyone keep a goddamn eye out. Nou, we zijn in ieder geval in een ander huis. Dat is in ieder geval positief. This place seems pretty sealed off. Oh, ja. Heel fijn. Wat hebben we hier? Volgens mij een stel dat dacht van... Nee. Ja. Het is niet echt fijn. Helaas. Ja, misschien was het een goede keuze. Smart. I think all the people we've seen go. They got to do it their own way. Together. Don't you say that. Nou, sorry hoor. Stick it out as long as you can. You do whatever you have to. I could have done more. Nee. Je hebt alles gedaan wat je kon. You did everything you could. No, Lee. Het was ook niet jouw schuld. I could have been a better husband. Better father. Could have been a better friend. Dat is so let's achter. Figure out a way out of here. Get that little girl. We should move. Yeah. Got at least one shot left. Nou ja, let's toch in ieder geval nog een schot. Lee, figure out where we're headed. Oké. Okay. Gaan we hier nog iets bijzonders vinden of zo? Praten heb ik niet zo heel veel zin in. Hier heb je de deur. Klinkt alsof er sommige house is full too. Stay quiet. Ik moet wel zeggen dat het er leuk uitziet als kamer. Wat zien we hier? Look at the window. Streets are full. Hundreds of them. Het lijkt me niet zo slim om hier dan de ramen open te gaan doen. Nee. Nou, geen zin om met jullie te praten. Het is ook allemaal echt zo heel interessant, jongens.
Nee, ook geen zin. Ik denk dat dit onze enigste uitweg is. Ik druk er ook maar gewoon op. Nou, kijk, het is mooi zo'n gangetje. Tussen een paar huizen. Zal niet heel veel zombies zijn. Zal lekker rustig zijn. Other than personal items in here. Looks like we can stay off the streets all the way to River Street if we're careful. Let's go. Als we voorzichtig zijn. Nou, laat mij als eerst maar gaan, hè. Het is niet anders. Wat een fijn balkon. Echt gewoon van die spijlen en klaar. Lijkt me sowieso niks. Oh. Ik hoef er niet eens iets te doen. Hij springt vanzelf. Wat aardig van het spel. Dankjewel. En daar gaat Omid. En daar gaat Krista. En daar gaat Kenny. Mooi. Let's keep going. Be careful up here. Ja, we moeten hier wel voorzichtig zijn. Right? Het lijkt me niks als er in één keer eentje naar beneden valt of zo. Ja. Waar komen we nou weer uit? It's good to be moving. Het is jammer dat je niet echt een mooi beeld krijgt van hoe de stad eruit ziet. I'm not, but I'm trying. What happened? Maar ja, het is honestly, niet echt belangrijk. Het gaat om het verhaal. You know how many nights Kat and I laid in that broke down RV? And she'd give me hell for not thinking enough about the rest of you. All of them. Every damn night. You got that walkie-talkie? Yeah, of course I do. You might want to give him a call and tell him we're coming for him. Yeah, right. Waarom zou ik eigenlijk? Careful cross here. Het lijkt me niks om hier overheen te lopen. Straks zakt het in één keer in of zo. Ik heb al gewoon zo'n vaag gevoel. Maar we moeten het in ieder geval wel doen. Ach ja, ik kan het ook positief zien als ik naar beneden val. Het is toch eigenlijk over voor mij, volgens mij. Je bent gebeten door een zombie. En volgens mij, als je gebeten bent door een zombie, ga je gewoon uiteindelijk dood. Dat was ook in The Walking Dead. River Street's just up ahead. Gewoon een serie en zo, dus. Nope. Maw of Darkness full of walkers? Fuck that shit. Nou, daar gaan we maar niet in, hè. This roof could give way. Don't gotta tell me twice. Daar gaan we Let's niet keep in. Going, you bunch of lollygaggers. Nee, dude. What the fuck doe je? Oh, fuck. Well, I'm so sorry. Dude. We don't need him. We got a bead on this guy. Yeah, I agree. And when we don't? And when we don't know where to begin to look? Ja, dat, any clue? Even the smallest one Christa. Is invaluable. We need that thing. No, we don't. I'm sorry. Let's think this through. I just did. Wait, what? Christa! Jesus fucking Christ! I got it. Get me up. Fucking scary is that, Tom? Fuck! We can't reach. Find something fast. Fast would be good. Keep a fucking eye on her. Daar zitten daar sowieso zombies, hè? Mafkezen zijn het ook. Stuk hout. Nee. Won't help. Nope, that won't help. Wat is dit? Een bucket. Daar kan ze misschien op staan. Need something sturdy. Oké, dat hebben we ook niet nodig. Can you jump? I am jumping! Doe chill mensen, doe chill. Wat is dit? Een staaf, ding, geval. Kunnen we grab onto this! We'll pull you up! Good, thanks. Kom op. Even Q. In mijn eentje, hè, met één arm. Auw. Oh, damn. Je gaat toch niet mee naar... Sst. Stil. Shit, they're in there! Snel. Fuck! Jump up here, baby! Let's go! Jump! Nou, dat vind ik niet cool. Me in my fucking mouth. Nee, Kenny, nee! What are you doing? Get her, Ken! Said all that shit and not do something now. Come on, reach. I got you, hon.
Save her! Go, go, go! Do you fucking hear me? What the fuck doe je? Kenny, don't do this. Je hebt maar één kogel. Get Kenny! Jump up here, Ken, I'll grab you! Waar is Kenny? Waar is Kenny? Get the fuck off me! Hoe kan je meer kogels hebben dan één? We're going in after him! We can't! We have to! Lee! Niet Kenny. Gewoon niet Kenny die dood moet gaan. Niet hier. Volgens mij was dat Kenny. Goddammit. Where'd he go? Maybe he ran. Maybe the man's all right. I hope so. Maybe he'll find us. What if he doesn't? Dumb son of a I know he did. He... Ah, damn. Niet Kenny die eigenlijk al gewoon vanaf het begin bij is. Nou ja, niet helemaal vanaf het begin, maar gewoon alle episodes lang. En dan gewoon weg. Gewoon, ja, what the fuck. Gewoon... En dan ook dat muziekje. Niet cool. Had het niet anders kunnen aflopen? Marshall's hotel is around the corner of the block. Are you okay? Do you want to talk? Laten we gewoon verder gaan. Nothing to say. We need to stay focused on what we're doing. Ja, I know we can't just take a minute, but you're not a machine. This is a shitty time. I want to make sure we're clear before we go forward. We moeten gewoon verder gaan. Klaar. What is it? Now with Kenny gone, means Omid and I have to stay safe. For her. Dat is waar. You guys will be great for her. Ja. Keep her safe. We do our best. You know that. Ik hoop het. Are you okay? I should be asking you that. You know what I'm talking about. It's nothing. Kenny didn't die for her. It's nothing. Let's just keep moving. Okay. That's all well done. We have to cross here. Well, at least it doesn't look like a death trap. Nee, gelukkig maar. Wauw, ook echt dat gezicht zo van... Who's going first? You're the lightest. He's got a busted leg and you're walking for two. I'm obviously not doing so hard. You're walking for two? Decision doesn't make itself. Laat mij maar eerst gaan. Nee, houd. Retard, Ricardo. You're the lightest, Omid. I'll follow ik wil right drukken me. Van, ik ga als eerst. Oh, ik druk, gaan jullie twee maar als eerst. Ah, damn. Such a retard. Als dit maar goed gaat. I meant what I said about Clem. I didn't doubt it. I appreciate it. How are you feeling? Gaat wel, denk ik. Voor iemand die geen arm heeft. Ja, prima. Komt goed. Komt goed, Omid. Nice. Krista, you next. Het beweegt helemaal, dat is niet zo cool. Hou er. Oh, damn. Shit! Gewoon rustig aan Bob en dat ging op. Shit! Precies op het juiste moment gezegd, Ricardo. Echt precies. Jump! Dus, en ik nu? What are you gonna do? I don't know, man. Fuck it, I'm going for it. Fuck it. I'm going for it! Ik ga gewoon voor Clementine. Going for it? What does that mean? It means I'm already bitten. I just have to push my way through. What the fuck? Uh,
Find me when you get down. What the fuck does that mean? Oh. It means what it sounds like. Hotel's around the corner. Find Clementine and me as soon as you can. You're crazy! Dat weet ik. Dankjewel. Wauw. En ik moet ook gelijk hoesten. Dus gaan we nu naar beneden. Ah, hij heeft wel aardig wat ballen. Ja. Ik hoop dat hij nog een wapen heeft of zo. Het zal wel fijn zijn. Dus, hoe gaan we dit doen? We gaan gewoon een soort van, hoe zeg je dat? Guns blazing. Maar dat doen we de volgende keer, want ik ben heel gemeen. Ja, ik ben heel gemeen. Ik doe gewoon een cliffhanger. Nou, leuk dat je weer hebt gekeken naar The Walking Dead episode 5, deel 3 op Dus David Games. En ik hoop dat jullie de volgende keer weer zullen kijken naar deel 4. En dan gaan we gewoon gauw verder met episode 5. Snel kijken hoe The Walking Dead afloopt. Dus tot de volgende keer. Later.